Van harte welkom vandaag. Ik ben Menno Rijk van Quintiles IMS. We heten u van harte welkom op alweer de vierde expert meeting in de ziekenhuisfarmacie. Nou, Distrimed heeft een omzet van 175 miljoen. Dat is netto omzet. Ik heb daar wel eens discussies over met mijn collega's, want die hebben het altijd over AIP-omzet. Het is 350 miljoen AIP-omzet. Het aantal bestelregels is veel minder dan in de openbare apotheken. Dat komt omdat het relatief dikke regels zijn. 35 van de 80 ziekenhuisapotheken bedienen we via Distrimed. Dus we hebben daar een grote positie. Wat mij betreft hoort gezondheidseconomie een hele centrale plek te hebben in ons vergoedingsstelsel. Ik heb al laten zien dat we altijd moeten kiezen om een goede verdeling van onze middelen te krijgen. Dus als we dan toch moeten kiezen, in mijn beleving moet je dat dan zo transparant, zo consistent en zo eerlijk mogelijk doen. En dat moet zich niet beperken tot geneesmiddelen, dat zou pakketbreed moeten zijn. Alles wat wij vanuit het basispakket vergoeden, zou moeten voldoen aan onze pakketcriteria. Pay-for-performance wordt vaak genoemd als instrument. Is ook zeker een instrument, maar is veel lastiger vorm te geven. Ik denk dat studies naar doelmatigheid van geneesmiddelen die eigenlijk al in het pakket zit, maar op een andere manier zouden kunnen worden ingezet, ook een hele belangrijke is die verder moet worden georganiseerd. En uiteraard de prijsonderhandeling van VWS. Deze sheet heb ik wel toegevoegd en ik denk dat het heel belangrijk is, voor de mensen die dat nog niet weten, maar ik denk dat iedereen het zo langzamerhand weet, is dat we vroeger heel erg bezig waren met producten maken als ziekenhuisapothekers en nu proberen we zorg te leveren. En dat is denk ik een enorme fundamentele omslag. Ik ben ergens afgestudeerd na die streep, dus ik weet niet anders dan dat we zorg moeten leveren. Dus het gaat om sneller beschikbaarheid van medicijnen waar groepen verenigd binnen Inspire to Live, Patient Advocates, steeds op benadrukken. Die zouden daar misschien ook mee geholpen worden. Van kunnen wij dat hele proces toch niet versnellen? En er zijn een paar simpele stappen die we wellicht wel snel met z'n allen kunnen afspreken in Nederland. Dus zijn er ook een paar stappen die we niet zo snel in Nederland kunnen. Maar die ambitie ligt er wat de patiënten, vanuit patiëntenbeweging, wel.